Smeets, ik ben 33 jaar en ik ben professor wiskunde aan de KU Leuven. En ik werk daar in de zuivere wiskunde. De zuivere wiskunde is echt een van de fundamenten, van de bouwstenen van de wetenschap. Dat is wiskunde die niet per se heel zichtbaar is in de maatschappij of zelfs in de wetenschap, maar die wel heel belangrijk is voor de gezondheid van de wetenschap. En ik hou me bezig met het oplossen van vergelijkingen. Iedereen heeft op de middelbare school wel eens een vergelijking moeten oplossen. Bijvoorbeeld een vierkantsvergelijking via een discriminantformule. En daar bleek dat voor dat soort vergelijking dat er een heel concreet en eenduidig recept was dat hielp om die vergelijking op te lossen. In het algemeen, voor moeilijkere vergelijkingen met bijvoorbeeld meer onbekende in moeilijkere getallensystemen, kan er zo geen eenduidig recept bestaan. En is dus de vraag naar hoe kunnen we nieuwe recepten bedenken om moeilijkere vergelijkingen aan te pakken. Dat betekent dus niet dat ik concreet vergelijkingen wil oplossen, maar dat ik in eerste instantie nadenk over concepten en creativiteit die nieuwe recepten leveren om vergelijkingen aan te pakken. De vierkantsvergelijking heeft een recept, dat is de discriminantformule. Je kan daar ook op een meetkundige manier naar kijken. Dus de parabool en het vlak die een vierkantsvergelijking beschrijft, is een meetkundig object dat iets zegt over die vergelijking. En dat is ook de aanpak die ik in het algemeen kies. Dus een moeilijkere vergelijking zal ook een soort van meetkundig object definiëren, maar eentje van hele hoge dimensie met heel moeilijke eigenschappen. Zoals vorm, structuur, symmetrie. En die eigenschappen zal ik proberen te doorgronden om daaruit informatie over oplosbaarheid van vergelijkingen te winnen. Dus dat is een heel conceptueel denkproces dat ik doe met pen en papier in zekere zin. Dat betekent niet dat er geen praktische toepassingen zijn. Dus alles wat bijvoorbeeld digitale veiligheid is, dus privacy in deze gevoelige online tijden, steunt op het feit dat sommige vergelijkingen moeilijk op te lossen zijn en steunt op de concrete wiskunde die ik ook doe. Dat is niet waar ik mezelf op richt. Ik doe de wiskunde die ik doe omdat ik die mooi en elegant vind. Maar het is wel prettig om te zien dat er ook die toepassingsgerichte kant dat die er is en dat het ook ergens goed voor is. Bij de Jonge Academie zou ik mij willen bezighouden met het thema wetenschapsbeleid. En in het bijzonder met het thema diversiteit in de wetenschap. Enerzijds bij de mensen die de wetenschap doen, maar ook anderzijds thematische diversiteit. En bijvoorbeeld met de complexe verhoudingen, het complexe krachtenveld dat er bestaat tussen verschillende soorten wetenschap. Zelf doe ik hele stoffige, abstracte wetenschap in een kamertje met pen en papier. Er is ook heel veel wetenschap die heel zichtbare maatschappelijke innovaties voortbrengt. Of het krachtenveld tussen enerzijds monodisciplinair werk zoals ik het doe, of interdisciplinair werk, namelijk het bundelen van krachten over wetenschapsdomeinen heen. Dus dat krachtenveld dat is heel delicaat, heel subtiel, ook heel mooi. En de vraag is hoe we dat zo gezond en zo sterk mogelijk kunnen houden voor de toekomst.